Welcome everyone, as we begin a week-long celebration of the power of love. Cosmic Heart Gallery, Sipping Thoughts, and Humans for Humanity are delighted to present the international world premiere of the documentary, A Million Steps for Love by Sandra Coase today. The film captures the most inspiring journey of Esmeralda and 13 Dutch women who traveled from Jericho to Jerusalem and walked the holy path that goes straight through the West Bank of Palestine and its stunning landscapes in the name of love. I'm delighted to invite Esmeralda to join us today, all the way from South Africa, to share a little message with all of you. Thank you, Jalpa, for making this possible for me, that you are giving attention to A Million Steps for Love, the documentary that Sandra made about my last pilgrimage. And I'm really, really thankful for you to give this, such attention to this message of love. I'm really, really happy. I'm really grateful. Also touched, actually. I feel the emotions also. And it's like, that's what I'm doing in life. And that's also what you are doing, Jalpa, is encourage women, inspire women to choose their own path in their lives. And that path is always going about love. And love is doing what makes you happy. And so I'm really, really thankful that Cosmic Heart Gallery, Sipping Thoughts, and Humans for Humanity are making this possible and spread the word of love all together. Thank you, Esmeralda and Sandra, for this beautiful journey that we shared together. And with that, we show you A Million Steps for Love. Het idee is ontstaan dat ik op weg naar Santiago, dat was 2013, voelde op dag 1 dat ik een pelgrim was. En toen kwam ik onderweg een Oostenrijkse man tegen, twee Oostenrijkse mannen, de founders of the Jerusalem Way. Die hebben twee pelgrimsroutes aan elkaar gemaakt en die waren dat aan het markeren. En die gaf mij een folder. En The Way of Love stond er. Ja, toen was ik al bezig met het thema liefde. Dus ik heb dat echt als een teken opgevat. Dat ik de bedoeling was dat ik deze weg zou afleggen. En ik heb tot niet zo heel lang geleden gezegd, ik weet pas in Jeruzalem waarom ik het gedaan heb. Toen ze begon te lopen naar Santiago de Compostela, op het moment dat ze dat ging doen, toen zei ze al, ik ben een pelgrim, dit is het pad wat ik moet gaan en ik ga lopen. En toen ze besloot om dit te doen, ik denk dat ze alleen maar gegroeid is. Alleen maar gegroeid in haar, moet ik zeggen, onafhankelijker geworden. Precies weten waar ze naartoe wilde. Niet meer aarzelen. Ze had echt een doel waar ze naartoe wilde en daar wilde ze ook niet meer van afwijken. En dat doel is dus liefde brengen in de wereld.
anni. Good morning, how are you? Oeh, wat is er veranderd na al die kilometers? Ja, dat mijn pad over wat ik te doen heb nog helderder is geworden. Dat is wat het me opgeleverd heeft. En toen ik 6 jaar geleden begon, had ik natuurlijk geen idee. Ik wist, ik wist ook dat dit pad met de liefde te maken zou hebben. En het heeft me opgeleverd dat ik nog meer weet wat ik wil. Dat ik nog meer ontdekt heb dat ik een pelgrim ben. Dat ik een Amazone ben. Dat is ook wel wat het me echt geleerd heeft, die 6, 7 jaar lopen. Door zo een plan te hebben, maar zo in het nu te zijn. En alleen maar mee te bewegen met wat er is. Ik heb alles los. Ik heb echt geleerd los te laten wat dat betreft. Dat is echt wat ik geleerd heb, loslaten. Leuk dat je een plan hebt, prima, geef de richting en daarna weer loslaten. En ik heb iedere dag mijn plannen gemaakt, iedere dag wel 10 keer losgelaten. En iedere keer meebewogen met wat er kwam. En die kunst heeft het me echt opgeleverd in al die jaren. Dat heb ik echt geleerd door het lopen, ja. Toen ik mensen opperde van, oh ja, ik ga naar Jeruzalem lopen. Binnen een paar maanden waren er 2 mensen die zeiden, oh, maar dan loop ik het laatste stuk met je mee. Dus dat praten we over jaren geleden, 6 jaar geleden. Nou, dus dat waren er al 2. En toen dacht ik, nou, oké. Okay. Nou ja, dan moet ik het misschien maar opengooien om het ook als een soort reis aan te bieden. Nou ja, en in no time waren er 13 vrouwen die meegingen. Ja, dat wat ik het gave vind van zo'n tocht. Ik wist niet dat het zo pittig zou zijn. Ik dacht, het is gewoon vlak land met een beetje heuveltjes. Maar dat is helemaal niet zo. Het is echt best wel pittig. En dat je door de, eigenlijk, naar mijn idee, weet je, lichamelijk raak je gewoon uitgeput. En dan slaap ik ook nog eens slecht. Ja, en dan kan je gewoon dat masker of de barrières die je normaal gesproken een beetje hebt, die vallen gewoon weg. Die moeten wel weg. En dan kom je in mijn ogen gewoon bij de liefde. Dus dat is voor mij de weg van de liefde. En ik weet ook niet wat het was, want ik zag haar berichtje en ik dacht, ik moet gewoon gaan. En ik was de reis, of ik was aan het kijken, daarna ging ik kijken, wat ga ik eigenlijk doen? En toen zag ik op Google zo de route. En toen moest ik gewoon huilen. En ik dacht, hé, hoe kan dit nou? Dacht ik, nou, dat is voor mij wel een signaal dat ik er gewoon moet wezen. En ik weet niet hoe of wat. En ik heb nog wel zo, vandaag dacht ik wel even, waar is die dan? De liefde? Hé, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Maar ik denk, oh nee, dat is het ongeduld. Dat is, weet je, nou ja, wat dan genoemd wordt, het ego. Dat, ik, oh ja, nou ja, goed, waarschijnlijk mag ik nog meer zakken, nog meer schellen of uienschilletjes mogen afvallen. En dan, Dus ik hoop
dat het komt. En het is er ook al tegelijkertijd natuurlijk. Het enige is dat je zelf even uit de weg moet stappen. En dat betekent dat je hoofd zich er niet mee bemoeit. Dus als je voelt, ik heb dit te doen of ik weet niet waarom. Nou, dat vindt mijn hoofd heel ingewikkeld. Ik weet niet waarom ik dit nu wil of waarom ik dit nu doe. Maar ja, dan doe ik het toch maar. Ja, als ik die impuls of die ingeving of die, ja, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, die fluistering of zo van de ziel. Of als ik volg, ja, klopt altijd. En dat is zo interessant dat we daar elke keer weer bewijs voor nodig hebben. Dat ik er elke keer weer aan ga twijfelen. En dat ik elke keer denk, ja, kan ik nou wel zo voelen? Maar ik weet het beter. It starts with a thought to create it all. Choose well and wisely, therefore, babe, it's your call. So take your destiny and write. Je kunt het pad van de liefde niet lopen als je jezelf de liefde niet waard vindt. Dus het is van het grootste belang, als je het pad van de liefde gaat, dat je jezelf van jezelf leert houden, letterlijk. En het is een feit dat heel veel mensen moeite hebben met van zichzelf te houden. Omdat er toch in het verleden dingen zijn gebeurd waardoor ze zijn gaan geloven dat ze niet goed zijn zoals ze zijn. En daar ligt natuurlijk de wortel van het gebrek aan zelfliefde. En het belang daarvan is heel groot. Want je kunt dat pad nooit lopen als je daar niet bij terugkomt. Bij de basis van, nou, ben ik het waard om van gehouden te worden? Door mezelf, door anderen. En het grappige is, het lastige, maar ook het makkelijke is, dat de wereld gaat van je houden als jij van jezelf houdt. Dus wij denken altijd, ik heb liefde van een ander nodig. Maar die liefde van een ander krijg je op het moment dat jij laat zien dat je van jezelf kan houden. Dat is hoe het werkt. Dus daarin is ook de zelfliefde de basis voor de samenliefde. Dat je, de sleutel ligt bij jezelf. Het looks very beautiful. So this is our day today. It's 14 kilometers. So that's it for now. Do you have any question or anything about logistics, practicalities or anything? Everyone's good. Ja, in het lopen van het pad van de liefde moet je geen concessies doen.
En ik ben nu bijna 22 jaar op het punt gekomen dat ik geen concessies wil doen. En dat ik de ultieme liefde wil ervaren in mijn leven. En dat kan niet met mijn huidige partner. Op de manier zoals ik het wil. En ook niet op de manier zoals hij het wil. En wat ik heel dankbaar voor ben, is dat voel ik dat we allebei het lef hebben om het op deze manier aan te gaan. En dat we heel respectvol zijn naar elkaar en het heel volwassen doen. Maar het is ook een hele grote challenge, want je laat alles achter je. Maar all for the better. En soms voel ik dat helemaal niet meer. Maar hier voel ik het ook weer wel. Ja. En ik weet hoe moeilijk het ook is, maar ik weet gewoon dat we er allebei beter van worden. En dat ik mezelf en hem de kans gun om de ultieme liefde wel te ervaren. Ja. En daar moet ik voor gaan. En hij ook. En gelukkig zijn we het daarover eens. Maar het is een groot offer. Ja. Dus, maar ja, dat is de bumpy road. Het gaat niet over rozen. En het gaat om het aan te gaan. En ik vind het tegelijkertijd, hoe verdrietig en moeilijk ik het ook vind, vind ik het ook fascinerend. En ook weer magisch. Dus ik maak dingen mee en dan kan ik er ook naar kijken. Dus ik zit in de shit en dan neem ik mezelf waar. Denk ik zo, nou, ik zit wel in de shit, zeg. Ja. God, dus zo kun je je ook voelen. Zo kan een mens zich voelen. Dus ik maak zoveel mee daarin en dat vind ik tegelijkertijd ook heel boeiend. Dus ik weet gewoon dat we daar goed uitkomen. We hebben daar zo hard aan gewerkt en zoveel voor gedaan. En allebei ook op het punt gekomen van, weet je, als dit het is, is het dan genoeg? En het antwoord is nee. Dan moet je gewoon de consequenties aanvaarden. Ja, dus dat doen we nu. Kijk nou! De liefde is voor jezelf zorgen. En die liefde, die geef ik nog veel aan anderen. Maar een grote liefde is ook de liefde voor jezelf. Daar kom ik wel. Daar kom ik wel. Dat is vandaag niet, is morgen. Nee, ik denk, de liefde voor mezelf die is er ook al door mij deze reis te gunnen. Dat is het begin al. De hele tocht, dat is één liefde. Er is geen onvertogen woord wat er valt. Ja, het is gewoon geweldig. Iedereen waardeert elkaar. Niemand heeft een oordeel. Het is wat het is. Je bent zoals je bent. Ik ben altijd iemand die mij best buitengesloten voel, of niet buitengesloten voel, maar eigenlijk mezelf terugtrek. Zo van, oh, maar ik ben anders. Dus niet eens in me opgekomen, snap je? Het was er gewoon. We hebben elkaar de eerste dag gezien. We zijn op pad gegaan. En die eenheid, die was er al. Ja? Dus... Ja, het kan niet beter. Ja, ergens is iets niet goed gegaan, denk ik, met vocht of met genoeg drinken. Dus ik stond inderdaad... ik crashte al toen we bij de Bedouinen aankwamen en ik stond op met een goede migraineaanval. Dus ik heb een dagje bij de Bedouinen doorgebracht, maar dat was eigenlijk ook wel weer heel leuk en spelen met de kindjes en heel bijzonder. En toen ging ik 's avonds naar jullie toe in die grot. En toen ging het regenen en toen dacht ik, heb ik echt gebeden, want het was niet zo relaxed. We slipten alle kanten op en de auto sloeg de hele tijd af. Die had ook laatst een lekke band, dus er moest een reservewiel op. Nou, we werden gered door een jeep, maar uiteindelijk ben ik in mijn eentje, want zij ging als berggeiten vooruit met jullie eten, want jullie moesten nodig eten. En ik stond daar in het donker, regen, op zo'n natte
rotsafgrond en moest mijn weg maar vinden. Maar het was... het is wel gelukt en ik raakte niet in paniek. Dus het was een goede test over bij jezelf blijven en het stap voor stap gewoon doen en dan lukt alles. Bij de grot, dan denk ik, ja, best place ever, weet je wel. Ja, dat is dat soort woorden. Dat voel je gewoon, denk ik, ja, dit, hoe kan het? En zelfs met de regen allemaal cozy in de grot. Echt fantastisch. Wel een paar uurtjes geslapen, denk ik. Weet ik niet helemaal precies, maar ik denk het wel. Ik voel me niet echt heel erg brak, moet ik zeggen. Dus dat valt mee. Maar het meest magische was dat je dan toch de hele nacht zo meemaakt met de sterren en de maan op zien komen. Dat was echt, ja, magisch. Ja. Take care of you and nurture you all. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me. To create magic on us. The power of love is here now. The power of now is here now. The power of you, me, is here to create magic on us. De nacht was mooi. Het was heel slaap in de grot. Ja, ik kon me er geen voorstelling van maken. En dan kom je aan en we kropen allemaal bij elkaar. En we hebben echt zo'n ontzettend gave, magische avond gehad. En we hebben zo gelachen. En toen langzaamaan werd het stil en werd het rustig. Ging iedereen slapen. En ik zag zo de... Door de opening van de grot, dat nachtlicht, ja, het was magisch. En ik geloof nu, of half zes, weet ik niet, begon het licht te veranderen en dan heel langzaam werd het licht. Het is hier magisch mooi. Ja, magisch mooi. En zo af en toe heb ik ook geslapen. Ja. Zo weer out of nowhere, echt in de wildernis, in een grot gaat slapen. En wat dan voor mij, wat het maakt dat het een highlight is, is niet alleen de plek. Maar het begon ook nog gezegd echt hard te regenen, zeikende regen, waardoor de helft nat werd. En de slaapplaats die ze bedacht hadden, totaal niet konden, door konden gaan. Dus we hebben met z'n drie op twee matrasjes geslapen. Maar het wordt voor mij een highlight en dat is misschien wel wat ik eigenlijk in deze hele trip dan weer zo ervaar, is dat ik had er vanochtend of vanmiddag ook ergens tranen over. Ik vroeg aan Doreen, mag ik wat water? Wil je even mijn water pakken? Ja, tuurlijk, dus ik pak mijn water. En de vanzelfsprekendheid waarmee we elkaar helpen. De vanzelfsprekendheid dat we lief zijn voor elkaar. De vanzelfsprekendheid dat we lol hebben. Maar ook dat dingen gezegd worden. Dat vind ik dan zo magisch. En dat komt naar buiten in die cave. Dat komt eruit in die cave. Zet jezelf onder druk, dan komt eruit wat erin zit. Nou, wat komt er uit deze groep vrouwen? Lol, energy, spirit. Jongens, we helpen elkaar. Ja, dat eten we niet, dat het eten moest komen. Later bleek dat die auto een lekke band had vastgelopen was. Dus nou ja, ze hebben door de regen dat eten de berg af moeten sjouwen. Maar we waren er allemaal oké mee dat we niet zouden eten. Dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik dan zo magisch. Dat ik denk, ja, dat is gewoon de spirit. En dan zit je op zo'n plek waar je feitelijk uitgedaagd wordt. En niemand doet moeilijk. Dat vind ik dan echt geweldig. Dan denk ik, wauw. Ja.
dalen. Ja, dan ga ik dalen. Dat ik hier ben, is kiezen voor liefde. Dat is kiezen voor... het betekent voeding voor mijn ziel. Dus ik voed mijn ziel hier. Dat voel ik gewoon aan alles. Denk, oh, mijn ziel wordt hier zo blij van. Dus kiezen voor liefde is voor mij echt kiezen wat jouw ziel voedt. En wat mijn ziel voedt. En dat merk ik hier iedere dag en wel 20 keer per dag. Dat ik denk, oh, ik vind het zo fijn om hier te zijn. Ik vind het zo fijn om hier te lopen, om dit mee te maken, om nieuwe ontdekkingen te doen. Dus dat is kiezen voor liefde en dan voor mij ook eens om echt nieuwe ontdekkingen te kunnen blijven doen. En, helemaal, en daarin echt te kunnen kiezen wat ik wil daarin. Ja. En dat is gewoon pittig. Ja. Ja, het is niet anders. Dus dat is niet, it's not the easy way. It's the hard way. It's the bumpy road. Maar ik vind het ook tof. En natuurlijk, weet je, ik vind het ook pijnlijk. En het is, je moet dingen achter je laten. Ik vind het verdrietig. Daar zit ook rouw in en verlies in. En verdriet. Maar kiezen voor liefde is ook kiezen voor magie. Dus ja, dan moet je de bumpy road wel gaan. Het gaat niet over rozen, echt niet. Kiezen voor liefde is een leuke vraag. Kiezen voor liefde gaat echt niet over rozen. Nee. Maar ik zou niets anders willen dan dit. Kan ook niet anders meer. Ja. Ik vind het wel tof. Kiezen voor liefde. Ja. Grappig was, dat is ook wel iets wat ons is overkomen, dat heel veel vrienden, kennissen van ons zeiden van, och, wat moet je met zo'n kind? Want, ja, het klinkt een beetje vreemd om te zeggen, maar het heugt niet, hè? Ze heeft gestudeerd, ze had een prachtige baan, ze had alle toekomstmogelijkheden en van de een op de andere dag zegt ze, lieve papa en mam, ik moet een ander pad lopen. En toen hebben wij nog een beetje tegengesputterd van, je hebt zo gestudeerd en we hebben dit en dat. En toen zei ze van, dit is mijn weg. En ik heb in het begin nog wel een beetje gesputterd hoor en me zorgen gemaakt ook, want financieel was het natuurlijk geen. Ja? Je hebt geen inkomen, je hebt geen uitkering en je moet het maar zien te rooien. En dat is haar gelukt. En ik denk dat het goed gelukt is. She was well and wisely therefore. Babe, it's your call. So take your destiny and write it as you like. Dat waren ook de woorden die op de folder stonden. Everything begins with the first step. En ik zeg het vaker, want het is zo, hè. Mijn moeder heeft zelfs gezegd van, ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat helemaal? Ik zei, ja, mam, persie van doorlopen. En dat is het. Weet je, het is niet makkelijk, maar je
kunt ervoor kiezen om gewoon te gaan. En ik dacht in het begin altijd, weet je, nou, wat ik ervaar is dat het iets oplevert dat het leven lichter en makkelijker wordt. Maar de weg aan zich is niet per se makkelijk. De weg van de liefde is niet per se makkelijk. Maar als je begint met lopen en je gaat door de hobbels heen, door de obstakels die iets te leren hebben, die ingewikkeld zijn, die waarvan je denkt, oh, dit wil ik helemaal niet. Maar als je daar doorheen gaat, dan ja, word je uiteindelijk gewoon wel beloond. Als je nu naar deze vrouwen kijkt, ook als ik naar mijn eigen leven kijk. Ik word zo beloond met alles. Mijn leven is nu vervuld. Ik doe het meest fantastische werk. En mensen zeggen dan wel eens, oh ja, het is nu voor jou makkelijk. Maar ja, dan denk ik, ik ben wel ooit begonnen met lopen. Ik ben uit een huwelijk gestapt. Ik ben uit een zekerheid van een baan gestapt. Ik heb allerlei ingewikkelde relaties nog gehad. Omdat ik zo geloofde in de liefde en er altijd maar weer blind in liep. En dus ook weer vol op mijn bek ging. Maar met als resultaat dat ik nu de allerliefste man op de wereld heb ontmoet. Die zo goed bij me past. Met als resultaat dat ik nu met deze prachtige vrouwen dit pad loop. Wat ook een pittig pad was, letterlijk. Hè. Het was ook metaforisch. En dus begin met lopen is wel een advies wat ik aan mensen geef. En wees dan voorbereid dat het pad niet altijd makkelijk is. Maar als je daar een beetje de lol van in kan zien, dat is ook hè, dus het spirituele pad. Het gaat natuurlijk altijd over het spirituele pad. Ja, wat is dan het spirituele pad? Dat is dat ongemakkelijke pad. Maar dat hoeft niet per se zwaar te zijn. Er is veel neiging om het heel zwaar te maken. Maar als je het kan zien als ja, het is gewoon het pad wat ik te lopen heb. En ik doe dat met enige luchtigheid. Dan kun je heel veel plezier hebben op dat pad. En als je dan weer valt, dan is het niet erg. Want dan sta je gewoon weer op en dan lach je erom. En dan ga je weer verder. En het is ook niet erg als je dus diep in je hart gekwetst wordt door een relatie die weer verbroken wordt. Ja, het doet pijn. En huil erom. Maar sta weer op en ga verder. En zie het gewoon als een proces waar je doorheen moet. Om uit te komen waar jij uit wil komen. Wel, als je uit wil komen bij liefde, dan heb je te lopen naar je hart, zeg maar. En dat is een hobbelige weg. We hebben allemaal iets te geven aan de wereld. En ik kreeg een prachtig hart van Esmeralda met het woord joy erop. En ik voel daar ook een bekrachtiging in en een aanmoediging in. Van ja, dat mag ik echt iets mee doen. En de statement die ik, het is het 4 jaar geleden mezelf hoorde zeggen. Joy can change the world. Ja, hij heeft gewoon weer een nieuwe laag gekregen. Weer een diepere lading gekregen. Dan denk ik, het is echt waar. Joy can change the world. En ik mag daar, met wat ik de wereld te geven heb, een steentje aan bijdragen. En deze reis heeft me daar opnieuw in bevestigd dat dat precies is wat ik mag doen. Ik was de eerste nacht in Jericho. Toen kon ik ook niet slapen. En toen waren er buiten van die rothonden echt heel hard aan het blaffen. En een haan kwam erbij en op een gegeven moment een ezel. Ik zat me echt op te winden. Ik dacht, wat is het toch? Wat is het toch irritant? En ik moet toch slapen? Dus ik was heel boos, lag ik in mijn bed. Nou, daar ga je ook niet van slapen. Toen dacht ik, ja, en dat stomme conflict ook tussen die Palestijnen en die Israëli's. Daar was ik ook boos over. En toen dacht ik in één keer, oh, maar het is echt wel gênant. Hoe moeilijk je het vindt om te accepteren hoe het is zoals het is. Want in de bus had ik namelijk gedacht, wat kaal hier. Ze zouden best iets wat bomen neer mogen zetten. Ik dacht dat ik zelfs vind dat het landschap niet goed is. Dat is echt wel heel erg. En toen lag ik er zo, toen dacht ik, weet je, dat is voor mij ook liefde. Hoe accepteren dat ik me erger, accepteren dat ik boos ben, dat ik zo bozig ben. En
En ook zien, ja, weet je, dat ik me dat ik eigenlijk mezelf gewoon loop op te naaien. En liefde is, ja, en dat vind ik altijd een beetje tegenstrijdig, maar het is aan de ene kant accepteren hoe het is. En ook openstaan, ja, dat is het volgens mij. Accepteren wat er is en je hart openstellen voor de mogelijkheid dat het beter wordt. Vanuit je hart, vanuit liefde. And yeah, I'm really excited for today. Looking back on the journey that we started all the way from Jericho and today we are here, I think it's a big achievement and it's very special. I already can feel your souls, I can feel your emotions, I can feel your love, I can feel it all. Even though that, you know, we are hiking, we're walking, maybe not talking so much, but I can feel that and I can sense it. So for me that's special. I never got this kind of energy from anyone. It's just, you know, if people want to visit sites, they want to go and that's it from one place to another. But it's like there is this kind of aurora that's surrounding the group and it's like hugging everybody in the group and keeping it tight. I can feel it. And now I just get goosebumps. Of course it's okay. I never say no for hugs. Alles gaat om de liefde. In welke vorm dan ook. En dan ben ik, ja, zo leef ik, zo voel ik dat het is wat wij met z'n allen nodig hebben. Zonder elkaar zijn we niets. En door hier te lopen ook voel je, hè, door het verschil, de hele historie, Palestina, Israël. Hoe belangrijk het is dat je elkaar, dat je er bent voor elkaar. En vanuit liefde, voor liefde. Dat is wat ons mensen aan elkaar verbindt. Dus ja, wat betekent liefde voor mij? Onvoorwaardelijk er zijn voor elkaar. En het lukt niet altijd, laten we dat vooropstellen. Alleen ik denk wel dat we dat iets meer kunnen doen. Gisteren vond ik een hele fijne dag, want ik liep lekker. Het weer was aangenaam, het was zonnig en toch koel en zo. En op een gegeven moment waren wij in stilte, wat ik ook heel super vond om in stilte met elkaar te lopen. Dan ga je natuurlijk allemaal naar je eigen proces. En toen waren we op dat plateau, waar een aantal mensen heel hard aan het huilen waren. En toen werd ik overvallen door de kracht van ons vrouwen. Het is zo'n mooie groep. Het is gewoon liefde in beweging, hè, wij. En dat is wat John natuurlijk vanmorgen ook zei in zijn mini-toespraak die hij hield. En dat vind ik ook echt. En daar ben ik in awe over. Vind ik heel bijzonder en fijn om mee te maken. En ik, op dat plateau voelde ik de grootheid daarvan. En dacht ik, ja, dit doen wij vrouwen al eeuwen. En zo moet het ook zijn, man. Zo supportive, zo liefdevol, zo elkaar aanvaarden in alles wat we zijn en steunen en lachen en joy en alles op een positieve manier. Dus, en de kracht die daarvan uitgaat, die voelde ik ineens. Dus dat was ja, voor mij een highlight. En dan is het zo gaaf om met elkaar dat te mogen vieren, want dit is wel een reminder. Als we met elkaar er ook aan helpen herinneren dat we mogen kiezen voor liefde. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want alleen, ja, weet je, je hebt het allemaal wel zelf te doen. Maar het lukt gewoon soms niet altijd alleen. Dat is het gewoon. En dat is ook wel het mooie aan deze trip, vind ik. Ja. En daar staat de Jerusalem Way ook voor. Je kan het met elkaar doen, je hoeft het niet alleen te doen.
waar ik erg van onder de indruk ben, is gisteren het verhaal van John. Wat hij vertelde hoe het is om te leven hier in Palestina. Omdat het van hem te horen en hoe zijn leven is gegaan, heeft diepe indruk op me gemaakt. En daarnaast is weer de schoonheid van het landschap zo mooi. Zulke mooie vergezichten hebben we gezien, zulk mooi natuurgebied. Ja, zulke mooie vrouwen om ons heen. Het is heel veelomvattend. En dan zei ik, ik weet pas als ik aankom waarom ik naar Jeruzalem ben gelopen. En ik had al een vermoeden, hè, dat heeft met mijn eigen transformatie te maken. Jeruzalem is echt een keerpunt. Maar gisteren, na de cave, dus cave was het hoogtepunt van het adventure. Maar er was nog een andere laag die we aan mochten raken. En dat is ook de laag van de pijn van de wereld die zoveel liefde nodig heeft. En toen we bij het ontbijt gisteren, sprak John ons toe. Waarbij hij zei, wat ik door jullie heb ervaren, is zo bijzonder. Het is liefde geweest. En ik hem zag als een niet-vrije man. Kiezend voor liefde, wat ik heel bijzonder vind. Weet je, voor mij is het makkelijk, maar deze man, 34 jaar, vrouw, 2 kinderen, één kind op komst. Hij is gewoon niet vrij. Maar hij was zo dankbaar voor de liefde die we ervaren hebben met elkaar. En ik kon gisteren, ik moest zo huilen daarna. De hele ochtend. Ik kon zo voelen dat dit was waar het ook over ging. Ik kon gisteren zo voelen dat er echt maar één ding nodig is in de wereld. En hij kan alleen maar vrij worden als er liefde is. Nou, zover zijn we nog niet. Maar dat is echt de boodschap. Dus ik voelde daar ook de diepte van de diepte van mijn reis, van mijn pelgrimstocht. Met een enorme dankbaarheid dat we door Palestina zijn gaan lopen. Dat ik allemaal niet zo in het stotje had van tevoren. En dat we hem troffen. Ja, hij was echt als een engel. En toen dacht ik, oh ja, het is echt zo bedoeld dat wij hier nu met hem, met deze groep, door Palestina lopen. Waar mensen niet vrij zijn. Waar een voorbeeld van het conflict wat al jaren duurt. Waar uiteindelijk angst regeert. En natuurlijk aan beide kanten. Maar hij heeft er vanuit de Palestijnse kant voor gekozen om toch voor de liefde te gaan. Nou, dat heeft me ongelooflijk geraakt. Ons allemaal. Ik denk dat ik een paar uur gehuild heb de hele tocht. En het lastige is, het is niet in woorden te vertellen wat we allemaal gevoeld hebben. It's beyond words. En liefde is beyond words. En het was ook meteen dankbaar. En het was ook pijnlijk, omdat ik besefte dat we vandaag bij de checkpoint afscheid van hem moeten nemen. En dat hij niet vrij is om mee te lopen naar Jeruzalem. Dat vond ik ook heel pijnlijk. But love is also radical acceptance. Dus we accepteren dat. Thank you. Oh, you have to take one for George too. Oh, yeah. For Anthony. Yes. Thank you. The whole experience was beyond everything.
ik ook heel bijzonder vond bij de gate vandaag, dat is al die vrouwen, ik heb ze allemaal bedankt dat zij met haar deze tocht hebben gelopen, die laatste week. Omdat ik denk dat het voor haar ook heel bevestigend is in het pad wat zij gaat, om niet dat in je eentje te doen, maar mensen mee te nemen. Dus ik hoop dat ik iedereen geknuffeld heb vanmiddag en gezegd heb van dankjewel dat je met Esmeralda deze weg gegaan bent. En ik kreeg eigenlijk van iedereen het antwoord, het was bijzonder, het was bijzonder. Ik had dit niet willen missen. Nou, hoe mooi kan het zijn, zo'n dochter. Take care of you, nurture you.